een van de meest geweldige nieuwe functies in InDesign 2019 is de mogelijkheid om PDF-comments te importeren terug in je opmaakdocument. Ik heb een PDF van dit opmaakdocument. Ik ga er even naartoe en daar staan al comments in. Zoals je ziet wordt er van alles verwacht. Er moet iets geschrapt worden. Er wordt gevraagd van iets beter te formuleren. Een woord moet toegevoegd worden. En daar kunnen we wel heel wat mee doen. Laten we eens naar InDesign gaan en die PDF-comments er even bij halen. Zo. Zoals je ziet wordt mijn lijst hier aangemaakt. Ik kan, als ik op de comments klik, gaat mijn opmaak onmiddellijk naar de juiste view. Ik zal even inzoomen. Ik ga bijvoorbeeld naar deze comment om een woord in te voegen. En als ik dat ook onmiddellijk wil doen, dan druk ik op accept. Het woord wordt ingevoegd, alleen altijd goed opletten voor bijvoorbeeld spaties die niet geplaatst worden. Bijvoorbeeld deze tweede comment. Je zou kunnen zeggen, inderdaad beter formuleren. Ik heb dat gedaan. En dan gewoon aanvaarden. En dan verdwijnt die comment uit de lijst, want je hebt het aangepast. Zo ook voor tekstschrappen. Het enige wat je hoeft te doen is zeggen, accept. De tekst wordt voor je geschrapt. En je bent klaar. Hier zie je dan ook natuurlijk de kracht van goed kunnen werken met comments in PDF.